Hallo, ik ben Trace Winkels. Ik sta hier op het bedrijf van LZ ORGD. En ik ga met deze cascade, ijskaskade Sabine, ga ik een plantenarrangement maken. Een hele stoere hoop ik. We gebruiken hiervoor een Tempex bol. Ik heb hier een kleine variant. Daar maak ik een gat in. Dat heb ik bij een iets groter al gedaan. Een gat ingemaakt. Daarna smeer ik hem in met tegellijm. Tegellijm gewoon bij de bouwmarkt vandaan. Even handschoen aan doen. Dat heb ik klaargemaakt. En daar smeren we heel de bal mee in. En wanneer ik die bol heb ingesmeerd, gaan we hem laten drogen. En dan krijg je zo'n bol. Ik heb precies gemeten of de pot van de ijskaskade erin past. Ik steek een klein stukje uit en ga het straks wegwerken. Dan ga ik hier omheen hakken. Hangen maken. Een fietsband kan je hele leuke dingen mee doen. Maar een fietsband vond ik iets te dun. Dan heb je nog een stepbandje. Vond ik ook wat te dun. Uiteindelijk heb ik een trekkerband gevonden. En de binnenkant van de band is een hartstikke mooi gezicht. Laat ik even met papier zien wat ik ermee ga doen. Vroeger gingen we ook wel eens klintjes knippen. Dan hou ik hem twee keer dubbel. Dan knip ik even een kwart rondje eruit. Dan heb ik hier ook een rondje van. En zoals de kleedjes knippen, dus nog één keer dubbel. Zoals de kleedjes knippen, kan je allemaal figuurtjes erin knippen. Zodat je een leuk patroon krijgt. Bij deze ga ik iedere keer bijna tot de andere kant knippen. En dan knip ik de andere kant. Die knip ik verder. Zo ga je steeds door, tot het helemaal gedaan is. Als je hem dan helemaal gedaan hebt, dan kan het uit elkaar halen. Gaan we hier straks de bal inleggen. Dan tillen we de vier punten erop. Dan gaan we hier de bal in, dan krijg je dit effect. En dit gaan we van de fietsband doen. Dus die gaan we hier ook weer drie keer dubbel. En dan ga je ook knippen. Een stuk dikker en een beetje zware knippen. Hier kun je vanaf de andere kant weer beginnen. En je haalt ze uit elkaar. Dan krijg je dus dit. Dit is de binnenkant van de band. Mooi grijs. Die leggen we naar beneden. Daar doen we onze ingesmeerde bol op. En zetten we de ijskaskade in. We werken dan een klein beetje op de bol. Zodat we de bovenkant van de pot ook niet zien. En dan is het de kunst om al de staten doorheen te werken. Nu zijn alle staten erin, zie je het. En dan kan je het bovenaan bij elkaar knopen. En dan heb je een mooi, stoer plantenarrangement.